Nou, we staan hier heel dichtbij een zonnepaneel. Hoe werkt dat nou? Hoe gaat die stroom nou zijn weg vinden? Nou, op dit paneel valt het zonlicht, dat is 7 minuten geleden vertrokken. En dat is nu aangekomen hier op het paneel. En wij kunnen daardoor ook het paneel zien. Het weerkaatst een beetje licht. Maar de functie van het paneel is natuurlijk zoveel mogelijk licht opvangen. Als je heel erg inzoomt, dan zie je de cellen van het zonnepaneel. Het zonnepaneel is opgebouwd uit vele zonnecellen. En in die zonnecellen zie je allemaal kleine busbars. Allemaal kleine eigenlijk slootjes waar de stroom zich in verzamelt. En via die kleine slootjes stroomt het richting de wat bredere kanaaltjes. En richting misschien wel bredere rivieren. En via deze metalen strips wordt de stroom eigenlijk opgevangen en geleid. En die stroom die wordt uiteindelijk naar de achterkant van het zonnepaneel gebracht. Achter het paneel zien we de kabeltjes waarin de stroom loopt. Hieronder zit de junction box, zoals dat heet. Daar wordt het in opgevangen en dan gaat het via de kabeltjes, verzamelt het zich en wordt het getransporteerd naar dit apparaat. Dit is een grote omvormer. Als je thuis zonnepanelen misschien hebt, dan heb je ook zo'n kastje. Alleen deze is natuurlijk wat groter. En dat kun je misschien vergelijken met het gemaal bij het waterschap. Dit apparaat pompt eigenlijk de stroom op de goede manier door het systeem heen. De stroom is nu aangekomen bij het transformatorhuisje. Op het moment dat de stroom hier onder de grond aankomt, is het nog laag of middenspanning. En deze transformator, die je misschien ook wel kent uit van het elektriciteitshuisje bij jou uit de wijk of in de buurt. Nou, deze maakt het naar hoogspanning. En transporteert de stroom naar de uitgang van de RWZT. En daar wordt het op het openbare net getransporteerd. Nou, we staan hier nu bij de Zeeuwse Haag. Die is hier aangeplant op initiatief van de HVC en de gemeente naast het zonnepark. Een Zeeuwse Haag is een haag met heel veel doornstruiken erin. Dat zorgt ervoor dat er weinig grote zoogdieren inkomen. Maar dat de vogels en de kleine zoogdieren juist een plek hebben waar ze zich in kunnen verstoppen. Het idee van de Zeeuwse Haag is dat er stekelplanten zijn. Zodat het een goede afscheiding vormde, traditioneel gezien, voor het vee. Het past hier heel mooi in het landschap, omdat we daar een bomenrij hebben. En dan loopt het zo vanuit de bomen, hebben we een sloot en dan loopt het mooi af. Dus alles wat hier in de haag leeft, kan zich voeden op dat wat er in het kruidenrijk grasland leeft. En zo wordt het één mooi groot ecosysteem. Als al deze panelen goed worden beschenen door de zon onder ideale omstandigheden, dan kun je er eigenlijk op hetzelfde moment 1000 stofzuigers volop op aanzetten. 1000 stofzuigers die kunnen gewoon volop stofzuigen op het moment dat de zon hier volop schijnt. Nou, op topmomenten produceert hij echt heel veel energie en dat is op jaarbasis ook ongeveer genoeg voor ongeveer 1000 huishoudens.